Oké, en welkom op deze demo van wat voor mij de belangrijkste, de top 5 nieuwigheden zijn in Lightroom 5 Beta. En we beginnen met waarschijnlijk de grootste eyecatcher en dat is de veranderingen aan de Spot Removal Tool. Het is zo dat je in Lightroom al heel lang kleine oneffenheden zoals bijvoorbeeld deze vogel, als ik die wil wegwerken, dat kon je al langer. En deze vogel hier ook. Geen enkel probleem. Maar voor grotere zaken, zoals bijvoorbeeld deze hoogspanningslijn, moest je eigenlijk naar Photoshop, tenzij je het geduld had om dit weg te werken met een stuk of 20 aan elkaar grenzende cirkeltjes. Dat was natuurlijk niet zo praktisch. Nu, lo and behold, gewoon je klikt en je sleept over de oneffenheid en Lightroom heeft eigenlijk in 1, 2, 3, doet dat weg. Dus in heel veel gevallen zal je eigenlijk door deze nieuwe feature, wat denk ik, zoals gezegd, voor veel mensen de topfeature zal zijn, niet meer naar Photoshop moeten. En dat spaart je niet alleen tijd uit, maar dat spaart je ook heel veel bestandsruimte uit. Want bijvoorbeeld een RAW bestand van een D800, Nikon D800, is 60 megabyte. Als je die RAW naar Photoshop haalt, wordt dat plots 216 megabyte. Gewoon omdat je met drie kanalen begint te zitten en 16-bit diepte. Dus dat loopt gigantisch op. Telkens ik kan deze nieuwe Spot Removal Tool gebruiken in plaats van de oude, zal ik dat met veel plezier doen. Je kan natuurlijk, dit is de standaard voorstelling, en tussen haakjes als je op de H-toets drukt, dan kan je de outline van die correctie verbergen om beter de kwaliteit ervan te beoordelen. En je kan uiteraard ook het brongebied veranderen, moest de eerste oplossing geen goede oplossing bieden, maar heel vaak zal het eerste voorstel van Lightroom het beste zijn. Terwijl we in de Spot Removal Tool zitten, misschien nog vlug even dit tonen. Er is nu een nieuw gereedschapje waarmee je kleine stoflekjes, zoals bijvoorbeeld dit hier en dit hier, wat ik niet gezien had, maar en dit had ik nu wel gezien, maar dit en dit hier ook, mee kan wegwerken voordat je ze pas begint te zien als je ze net op een 250 euro kostende acryl of debond print hebt afgedrukt. Dus super handig om te hebben, een van die kleine dingetjes waarvan je denkt, hoe komt het dat het er niet al jaren in zit? En voilà. Oké, even terug uitzetten om het resultaat te beoordelen. En nu kan mijn foto op deze na hier naar de printer. Oké. Dit was nog een klein en een eenvoudig voorbeeldje met een rechte lijn. Het kan ook wat ingewikkelder gerust. Je kan ook echt schilderen met de Spot Removal Tool. Bijvoorbeeld in dit geval. En als je dat doet, is het altijd best van een klein beetje over de rand te schilderen. Zodanig dat de healing, of de blending, beter gebeurt. Dus in dit geval wil ik deze storende oneffenheid wegwerken. En opnieuw, ik gebruik hier een Wacom. Dit soort van dingen wil je liever niet met een muis doen. Dit werd een stuk handiger met een grafisch tablet. Oké, ongeveer zoiets. En Lightroom heeft opnieuw zijn best gedaan om zelf een correctie voor te stellen. En als je niet tevreden bent van wat Lightroom voorstelt, kan je uiteraard dit gaan verplaatsen. Maar je kan ook, als je tenminste een QWERTY toetsenbord hebt, en op de forward slash knop drukt, dan kan je Lightroom verplichten om zelf een ander donorgebied te gaan zoeken, zoals ik hier doe. Dus ik klik op de forward slash op een QWERTY toetsenbord, tenminste op een gesimuleerd QWERTY toetsenbord, en dan zoekt Lightroom een ander donorgebied. Dus pretty powerful stuff. Zoals gezegd, dit vervangt niet de meer geavanceerde mogelijkheden van Photoshop. Photoshop is technisch nog altijd iets beter, maar voor die gevallen waar het hiermee volstaat, bespaart dit je de tijd en de bestandsruimte om naar Photoshop te gaan. Als je als portretfotograaf denkt dat dit ook perfect in aanmerking komt voor het iets of wat retoucheren, bijvoorbeeld het snel retoucheren om een foto te tonen aan iemand van portretten, dan klopt dat uiteraard, want ik kan hier bijvoorbeeld opnieuw de typische probleempjes die je soms hebt van wallen onder de ogen, kan ik hier eigenlijk vrij gemakkelijk door een juiste borstelgrootte te kiezen verminderen. In dit geval heeft Lightroom niet zo'n beste bron gekozen, dus ga ik die even zelf manueel aangeven. En zoals je weet, bij retouche is het altijd zaak van niet te overdrijven. Dus in dit geval ga ik de dekking niet op 100 zetten, maar bijvoorbeeld op 40, zodanig dat er nog iets, of wat, of 50, zodanig dat er nog iets van de originele textuur overschiet. Wat je ook kan doen is losliggende of losse haartjes wegwerken uiteraard.
En dan is dat haartje ook weggewerkt. Oké, goed. Dus een van de, en wellicht voor vele fotografen, de belangrijkste nieuwe feature van Lightroom. Vooral geschikt voor of heel leuk voor portretfotografen. En om de andere fotografen, de landschaps- en architectuurfotografen, ter wille te zijn, hebben we de volgende, de tweede leuke nieuwe feature. En dat is Upright. En Upright bevindt zich in het Lens Corrections Panel. Het is vaak zo dat je, als je dus fotografeert, dat je gebouwen niet helemaal recht staan, zeker als je geen statief en een waterpas gebruikt. En vroeger kon je dat eigenlijk al gaan corrigeren door met in het Manual Lens Corrections paneel te gaan schuiven met de verschillende schuifregelaars. Maar wie dat ooit geprobeerd heeft, weet dat dat best wel wat werk kon zijn om dat helemaal mooi in orde te krijgen. Nu hebben we een nieuwe functie, dus die heet Upright, en ik raad aan om in de mate van het mogelijke die te laten voorafgaan door de Profile Corrections. Nu, wie mijn boek Lightroom ontmaskerd heeft, die weet dat ik sowieso aanraad om eigenlijk dit in een ontwikkelpreset te gieten die je toepast bij importeren, zodat dit standaard al aangevinkt is bij voorbaat, zodat je dat niet manueel hoeft te doen. En dan, eens dat gebeurd is, klik je gewoon op de auto-knop en dan zie je dat Lightroom eigenlijk heel snel en sneller en beter dan ik het zou kunnen, dit mooi netjes rechtgezet heeft. In sommige gevallen kan het zijn dat auto niet helemaal goed werd en dan kan je natuurlijk nog altijd manual gaan bijsturen, maar heel vaak werkt het verrassend goed. Dit was nog een vrij eenvoudig voorbeeld, maar bijvoorbeeld in dit geval, opnieuw enable profile corrections en dan eens kijken wat auto doet en auto zet de boel al vrij mooi recht. Nu, auto gaat vaak ietsje optisch niet helemaal, of wiskundig niet helemaal de zaken rechtzetten, zodat ze er optisch wel goed uitzien. Als je nog iets verder doorgedreven correctie wil, dan kan je even full proberen, die de zaken nog net ietsje meer forceert. En in dit geval ben ik eigenlijk iets meer tevreden van wat full doet. Alleen heeft full er misschien ietsje over gegaan, maar zoals gezegd, dan kan ik eigenlijk in mijn manual corrections dit nog gaan corrigeren. En wat ook interessant is dat je sowieso nu de optie hebt om een guides te gaan tonen. En dan kan je door de command toets in te drukken, kan je die guides precies gaan positioneren waar je wil, zodanig dat je ook echt kan de muur recht krijgen die je recht wil krijgen. Dus upright, en nog een voorbeeldje om af te sluiten, en we gaan de guides terug wegdoen. Bijvoorbeeld in dit geval gaat upright bij auto niet proberen om alles helemaal recht te zetten, omdat dit eigenlijk fotografisch niet helemaal verantwoord is. Maar als ik op full klik, dan wordt echt het volledige gebouwtje recht gezet en dan krijg je natuurlijk iets meer vervorming. Dus dat is het grootste verschil tussen auto en full. Je hebt daarnaast nog level, wat enkel zal proberen de horizon automatisch recht te zetten, en vertical, wat de horizon recht zet en ook de verticalen probeert te forceren, maar verder niks doet. De beste manier om ermee te leren werken is gewoon door er wat mee te experimenteren. Maar een heel welkome feature die heel wat reisfotografen landschaps- en architectuurfotografen zal snel verder helpen. Oké, op naar de derde leuke nieuwe feature, en dat is dit hier, het radial filter. Het radial filter laat u eigenlijk toe, het is eigenlijk gekomen omdat heel wat fotografen vroegen naar een optie om vignetten te kunnen maken, maar die niet in het centrum, of die niet gecentreerd waren. En het klassieke vignet, zoals we kennen al een hele tijd, inderdaad, als je daar een vignet toevoegt en je onderwerp is niet helemaal gecentreerd, zoals hier bijvoorbeeld, dan zit een stuk van je onderwerp eigenlijk in de invloedzone van het vignet. En dat is meestal niet wat je wil natuurlijk. Dus enter de radial filter. En met het radial filter kan je bijvoorbeeld een vignet toepassen waar je het wil. Dat gaan we nu even tonen. Dus je klikt eigenlijk gewoon op een punt waar je het vignet wil hebben. En je ziet dat in dit geval heb ik dus de belichting met een halve stop verlaagd. En nu kan ik eigenlijk gewoon een cirkel tekenen waar ik het vignet in dit geval niet wil hebben. En ik kan die cirkel zelfs dus op het gezicht van de jongen. Dus hoe lees je dit eigenlijk? Wel, binnen de cirkel wordt mijn effect niet toegepast en buiten de cirkel wordt het effect van min 0,5 belichting wel toegepast. Ik zal even wat
overdrijven, want dit is een tool die waarschijnlijk wel vaak overdreven gebruikt zal worden. Maar dus je kan eigenlijk de buitenwereld nu buiten de cirkel gaan verdonkeren. En je kan natuurlijk, en dat is ook het leuke, want dit kan nog veel meer dan een gewoon vignet, want je hebt ook alle andere tools ter beschikking, dus je kan in één moeite door misschien ook nog het contrast verminderen, of de verzadiging verminderen, of weet ik veel. Nu, dit is het filter gebruikt als een vignet, maar er bestaat ook een omgekeerde werkwijze, en dat ga ik u tonen in het volgende. En ik ga eerst even deze foto een beetje opknappen met een iets leukere preset. Oké. Stel dat ik bijvoorbeeld de gezichten van deze mannen wil iets helderder maken en misschien nog iets verweerder er wil laten uitzien, dan kan ik dat doen met datzelfde. Ik moest dat vroeger doen liever met een borstel, maar dat betekent schilderwerk. Dat doe ik liever niet. In dit geval kan ik gewoon de belichting een beetje optrekken en bijvoorbeeld mijn clarity een beetje optrekken. En dan kan ik met mijn radial filter kan ik een cirkel maken ter hoogte van de gezichten. Maar zoals u ziet, wat er nu gebeurt, is dat ik eigenlijk net zoals daarnet het effect toepas buiten het filter. Maar gelukkig heb je een knopje of een checkbox, invert mask, waardoor ik eigenlijk het filter nu toepas binnen in de cirkel. Dus je hebt de keuze via invert mask of de effecten die je instelt binnen dan wel buiten de cirkel toegepast worden. En je hebt ook deze feather knop die je toelaat om het effect te gaan featheren. En in dit geval bijvoorbeeld heb ik het effect de feather op 0 gezet, maar dan, ik zal even het effect wat overdrijven, dan zie je natuurlijk heel duidelijk de overgangszone. Dus ik denk persoonlijk dat die feather knop bij mij eigenlijk nooit zal ver afwijken van de plus 100. Ja? Oké, nu, een aardigheid van dit, zeker ook, het is sneller toegepast dan een brush, en je kan ook via een leuke shortcut, en die is Command-Alt op een Mac of Control-Alt op een PC. Als je Command-Alt of Control-Alt klikt en sleept, dan kan je een bestaand verloopfilter of radial filter dupliceren. En in dit geval bijvoorbeeld, want dit gezicht moet net dezelfde bewerking hebben, en ik heb het gedupliceerd, alleen een beetje verkleind. En dan kan ik hier nu weer naar hier gaan. En dus het voordeel is dat je het effect al ingesteld hebt. Je hoeft enkel de cirkel nog een beetje aan te passen aan de omvang van je onderwerp dat je wilt bewerken. Dat is één belangrijk voordeel. En een tweede voordeel ten opzichte van de adjustment brush is dat als ik nu bijvoorbeeld deze foto hier heb en ik wil die bewerking eigenlijk doorvoeren op deze foto, dan kan ik de bewerking van deze foto kopiëren. Ja? En vroeger kon je ook al brushes kopiëren en plakken op andere foto's. Maar wat is natuurlijk het verschil? Dat de brush, die kon je niet van plaats veranderen. En het radial filter kan ik wel van plaats veranderen. Nu eerst even de belichting van deze foto toch iets optrekken. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld hier, heb ik nu in deze foto ook mijn drie filters. Alleen doordat de mensen een beetje verplaatst zijn, of ik mij verplaatst had, zitten ze natuurlijk niet helemaal op dezelfde plaats. Maar ik hoef maar gewoon mijn filtertjes op hun plaats te zetten. En dit werd dus een pak sneller dan bijvoorbeeld dit opnieuw te hoeven inborstelen met het brushgereedschap. Ik ga ook mijn crop nog een beetje aanpassen. En daarmee is deze foto afgewerkt. Dus heel leuke, interessante en tijdsbesparende nieuwe feature. Eén waar ik persoonlijk heel enthousiast over ben, zijn deze nieuwe radial filters. Goed. En dan gaan we, dit zijn de drie voor mij belangrijkste nieuwigheden in de ontwikkelmodule. Dan ga ik heel snel eventjes naar de boekmodule, want daar is ook voor degenen die die graag gebruiken, daar is ook een leuke nieuwigheid bij. En dat is het feit dat je nu in de boekmodule, je kan nog geen custom pagina's in de zin van paginagroottes definiëren. Maar je kan wel al, als je een layout gemaakt hebt die afwijkt, je weet dat Lightroom werkt met standaard schablonen. Wat je nu wel kan doen is als je bijvoorbeeld, stel dat ik deze pagina eventjes wat aanpas door bijvoorbeeld de onderste en door bijvoorbeeld zoiets van te maken.
Dit is geen standaard pagina in de favorieten of in Lightroom. Wat ik kan doen is hier nu door te rechterklikken op deze pagina layout, kan ik dit opslaan als een custom pagina. Die verschijnt dan hier met een miniatuur in mijn pagina's. En ik kan dan zelfs, dus bij de custom pages, en u ziet, ik heb er al een paar opgeslagen. Je hebt ook met tekst en wat weet ik allemaal. Dus je hebt een pak meer mogelijkheden. En van hieruit kan je dan zelfs deze toevoegen tot je favorieten. Waardoor dat je bijvoorbeeld, als je snel toegang wil hebben tot bepaalde pagina's, dat je dat hier dan ook weer kan doen. Dus toch een leuke eerste aanzet in het nog verder kunnen customizen van bepaalde foto's. Of sorry, van bepaalde albumlayouts. En dan als laatste nieuwigheid, en voor mij eigenlijk nog met stip net voor de Healing Brush, is de volgende. En dat is het feit dat je voortaan in Lightroom eigenlijk ook kan werken zonder dat je foto's verbonden zijn. Je ziet namelijk, een belangrijke nieuwigheid is dit hier. Je ziet dat voor deze foto, zie ik dat er een original bestaat en een smart preview. Dus een nieuwigheid, je weet dat Lightroom met previews werkt, en in Lightroom, tot en met Lightroom 4, kon je sowieso al, als je previews had, kon je sowieso al in de bibliotheek zaken zoals trefwoorden toekennen en dergelijke doen op basis van de previews. Dus je hoefde je eigenlijk, bijvoorbeeld als je foto's op een aparte schijf stonden, hoef je die foto's niet mee te hebben om trefwoorden en foto's in verzamelingen te steken en dat soort van dingen. Maar je kon geen foto's bewerken. Dankzij de smart previews kan dat nu wel. Dus wanneer maak je die smart previews aan? Wel, je kan die op twee manieren aanmaken. Als een foto nog geen smart preview heeft, zoals bijvoorbeeld, even kijken, deze foto hier heeft er nog geen, voor zover ik weet, inderdaad. Dus dit is enkel een original foto. Dan kan ik via de opdracht Library Previews Build Smart Previews, kan ik voor één of meerdere geselecteerde foto's een smart preview maken. En dan verschijnt hier de update dat er nu een smart preview is. Ja. Wat is het interessante hiervan? Dat is dat als ik dan bijvoorbeeld, en ik ga het even tonen met een andere foto die iets meer bewerkt is. Dus bijvoorbeeld deze foto, even kijken. Deze foto staat eigenlijk, als ik kijk, die staat op een externe harde schijf. Dus in dit geval, ik werk hier op mijn laptop en mijn foto's, de schijf van de laptop is niet groot genoeg om alle foto's te bevatten. Dus mijn foto's staan op een externe harde schijf, in dit geval een schijf, een lassi van 1 terabyte met een dubbele USB 3 Thunderbolt aansluiting. Dus een soort schijf dat ik wel aanbeveel voor dit soort dingen, omdat dit de meest snelle schijven, of qua verbindingen althans, de meest snelle schijven zijn die er momenteel bestaan. En dus wat gebeurt er? Dus de schijf is nu verbonden, maar wanneer ik in mijn verkenner deze schijf zou uitkoppelen, of afkoppelen, liever. Ja. Dan zie ik inderdaad dat, wat ik verwacht had in Lightroom, alle foto's vraagtekentjes krijgen. Maar, wat gebeurt er? In de ontwikkelmodule kan ik dankzij het bestaan van die smart preview nog altijd verder werken. Dus ik kan bijvoorbeeld, en terwijl we nu toch bezig zijn, laat me misschien even een vignet gaan toevoegen. Een extra vignet. En misschien kan ik de foto zwart-wit maken. En u ziet, ik ben hier eigenlijk aan het werken op die Smart Preview. En die Smart Preview is nu een soort van plaatsvervanging voor mijn originele RAW, die een pak kleiner is. Dus als u zich afvraagt van, ja, maar zal dat niet te veel gewicht innemen? Nee, u moet weten dat Smart Previews zijn beperkt in de breedte tot ongeveer 2500 pixels. En zijn eigenlijk ook gecomprimeerde JPEGs. Dus de kwaliteit is niet hetzelfde als je RAW, maar daarvoor heb je je RAW's natuurlijk. Maar wat gebeurt er als ik dus nu bijvoorbeeld later, ik kom weer terug van op reis te zijn en ik koppel mijn schijf waar de eigenlijke foto's terug opstaan terug aan, wel, dan gaat Lightroom eigenlijk die bewerkingen die ik op reis op die smart previews gedaan heb terug gaan transfereren naar de eigenlijke raw foto. En je ziet dat die ondertussen opgemerkt heeft dat die smart, dat die original schijf terug aangekoppeld is en nu ben ik terug aan het werken op het origineel. Dus het enige nadeel van Smart Previews is dat je iets minder kan inzoomen, maar los daarvan, voor heel veel toepassingen, het is dus super handig dat je je foto's eigenlijk gewoon
altijd mee bij je kan hebben om te bewerken, als je maar op voorhand smart previews aangemaakt hebt. En zoals gezegd, je kan het doen voor de foto's die je al hebt, kan je het doen in de, met de opdracht library previews render smart previews of build smart previews. En voor nieuwe foto's raad ik sowieso aan, als je foto's importeert, om dat te doen via het importdialoogvenster, en dan kan je hier automatisch al kiezen om smart previews te maken. Dus dat is een checkbox die bij mij alvast in de toekomst altijd aan zal staan. Zo, dat waren, of dat was liever een vlugge overview van de voor mij top 5 nieuwe features van Lightroom 5 beta. Ik zou zeggen, probeer vooral de beta uit. Weet dat je voorlopig geen, dat je met de beta geen bestaande catalogie kan upgraden. Dat zal natuurlijk wel kunnen met de officiële finale release. Dit is eigenlijk vooral bedoeld voor mensen om te testen, om de nieuwe features gewoon te worden, om te zien of er nog ergens foutjes in de zaken zitten hier en daar. Maar nog niet echt bedoeld voor je professionele werk, omdat het risico altijd bestaat dat er iets zou verkeerd lopen. Dus bedankt voor het kijken en hou de blog in de gaten, want we gaan ongetwijfeld in de toekomst nog wat meer inzoomen op die nieuwe features.